Fechando o nosso programa do dia 15 de março de 1954, gostaríamos aqui de deixar um abraço bem apertado. Zijn twee losse concerten. Ik doe de opening en Angel Vanke doet de tweede gedeelte. En dan later kom ik even langs. Boa tarde. Het Concertgebouw, hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel imponerend. Ja, dat is inderdaad wel heel imponerend. Dat je dus echt gaat zweten voordat je daar bent. Maar dan, het is wel een waanzinnige zaal, maar de mensen maken ook wel een hele grote verschil in datgene wat je gaat doen. De mensen die erin zitten zijn misschien nog belangrijker. Ik vind het zo bizar. En ik heb het natuurlijk nog niet meegemaakt. Ja, ook omdat ik muziek maak die niet zo makkelijk het Concertgebouw in te krijgen is. Dus het is gewoon super bijzonder. Ik ben echt helemaal bezig met jurken en geen jurk, wel niet. Ja. Hakken, veren, nee. Hoedje, nee. Ja, maar de leuke daarvan is dus al dat je weet dat je daar bent om jezelf. Ja. Je bent niet voor niks daar naartoe gevraagd. Ja. Toen ik hoorde dat het met Angel Vanke was, ik sprong een gat in de lucht. Ik heb heel veel bewondering voor wat ze doet. Het klinkt in mijn oren heel fris en heel iets wat al heel lang nodig was. If you only were my UK forever, I could hypnotize you. Kan de Numa samen zingen? Ja. Ze heeft een liedje geschreven dat vertelt mijn verhaal. Begrijp je? Ja. Ja, dus het is haar verhaal natuurlijk, maar ik kan me... Welk nummer is dat specifiek? I Remember. I Remember heet het. Ja. Waarin ik eigenlijk een beetje, niet een soort van met drama nostalgisch, maar gewoon op een vrolijke manier... zeg maar, denk over mijn eiland, weet je wel, Curaçao en mijn vader. Engels is niet mijn allerbeste taal. Ik ga wel Engels proberen, dus dat. Ja, dus. De tekst, toen zei ze, maar je kan het toch wel in het Braziliaans zingen. In het Braziliaans. Ze heeft me alle ruimte. En toen heb ik nog gezegd, maar weet je wat heel grappig is? Ik zou alleen de nummer hoeven te vertalen, want dat vertelt ook over wat ik voel. Smaakt het nou bijvoorbeeld ook naar meer, nu jullie elkaar wat beter hebben leren kennen? En... Ja, wat mij betreft wel. Voor mij wel. Ik ben al een paar keer de nummer net beluisterd, maar gisteren ben ik dus al echt alles zo goed gaan luisteren in de korte. Dus ik dacht, dat is best wel heel erg lekker. Lekker, weet je wel, dat zit, ja, heel graag. Ik vind het ook gek, ja. Wie weet!